Hier is een nieuwe ontwikkeling van Bedusmus, een complete geautomatiseerde aanmaakkeuken voor een melkcup-systeem. Maar ook toepasbaar voor een ventielvoersysteem bij biggen in een kraambok. Nou, het nieuwe daar is dat het compleet geautomatiseerd is. Dus het aanmengen, het uitdoseren en het reinigingsproces is compleet gestuurd met een nieuwe computer. En is voor beide systemen, zowel voor de ventieloplossing als voor de cup-oplossing, inzetbaar. Helemaal automatisch betekent dat hij automatisch de componenten indoseert. En ook de reiniging uitvoert. Nou, de prijs is nog niet geheel bekend en is ook heel erg afhankelijk van de situatie. Hoeveel ventielen, hoeveel cups dat je op een keuken aansluit. En ook in hoeverre de componenten die je wil inzetten. Dus het is toch echt per bedrijf heel verschillend. En binnenkort komen daar de prijzen van uit. Dit is een nieuw product, samen ontwikkeld met de firma Dreger. Dreger is een ammoniakmeter om in de stal het gehalte van ammoniak te meten. In principe koppelen we hem aan de klimaatcomputer. Dus je kunt het minimum ventilatieniveau afstemmen bijvoorbeeld op het ammoniakgehalte. Als een van de parameters. Een andere leuke bijkomstigheid is dat je ook bijvoorbeeld een mestspoelsysteem voor ammoniakreductie kunt koppelen aan het gehalte ammoniak in de stal. Dus als het ammoniakgehalte oploopt, dan kun je gaan spoelen om vervolgens de ammoniak weer te drukken. De prijs van deze meter is afhankelijk van in combinatie met wat voor klimaatsysteem dat er zit, gaat richting de 1000 euro. Dit is een vroedtrog. En het idee daarvan is dat de varkens langer bezig zijn met het eten van het voer. En daardoor meer natuurlijk eetgedrag kunnen vertonen. Nou, het is in principe een RVS-trog met een binnenwerk daarin. Tussen deze rubberen delen valt het voer en de varkens kunnen met zijn neus daartussen het voer uitvoeten. We kunnen het reinigen, normaal als in de stal het einde van de mestronde. De trogverdelers die klappen naar buiten toe. Van binnen wordt er druk opgezet en dan is het een ballon als het ware die naar buiten komt en dan kun je het makkelijk zuiver spuiten. De prijs is ongeveer in deze opstelling zoals je hier staat rond de 1000 euro. Maar we moeten erbij vermelden, het is nog echt een prototype. Dus in de toekomst zal in ieder geval die prijs nog wel verder naar beneden gaan en is ook afhankelijk van de uitvoering. De Sonneclean is een apparaat dat door leidingen een ultrasonische golven kan sturen. En daarmee voorkom je de biofilm binnenin de leiding. En die biofilm is vaak de basis van het ontstaan van gisten of andere microbacteriën in de leiding. Ja, de Sonneclean die stuurt met dit instrument bepaalde ultrasonische golven de leiding in, wat getransporteerd wordt door de vloeistof. Het kan zijn water, het kan zijn rijvoer. En dat kan hij over een lengte van 200 meter kan hij dat wegsturen. En over die lengte wordt de biofilmontwikkeling geremd. We zien hiermee dat we het kiemgetal zover kunnen onderdrukken, als de leiding schoon is, dat wij hem ook schoon kunnen houden. En dan moet je zien dat zonder ultrasonic wil je komen al heel snel op een kiemgetal van 2,5 miljoen. En met toepassing blijven we onder de 150.000. Hij kan over 200 meter gaan, alleen mag er daar geen kranen tussen zitten. Dus gauw als er een kraan tussen zit, dan gaat het signaal niet meer verder. Sonneclean kost ongeveer 900 euro. Dat is de valbuis van een Cluna Flex systeem, het voersysteem voor biggen in het kraamhok. Het is een systeem waarmee je melk en prestarter in vloeibare vorm kunt verstrekken aan biggen. Het unieke aan dit systeem is dat wij in deze valbuis een flexibele slang hebben gemonteerd van boven naar onderen, waardoor het voer of de melk wordt gedoseerd. Na dosering wordt de ruimte tussen de slang en de valbuis op druk gezet met luchtdruk, waardoor de slang zich leeg knijpt en vervolgens ook helemaal luchtdicht afsluit, zodat er geen gisten
en schimmels kunnen ontstaan in de valbuis. Het is speciaal voor biggen extra bij te voeren tijdens de zoogperiode. Dus dat begint met melk, vervolgens na 2 weken overgaan naar een pre-starter en vervolgens naar een speenvoer. Dus we kunnen eigenlijk alle voersoorten voeren. We hebben iets meer flexibiliteit dan de tegenhanger een cup systeem.